Yo guys, ik ben Casper en leuk dat jij kijkt naar Dixie Weekly. En deze week gaan we het hebben over Camila Cabello, Shawn Mendes en niemand minder dan Ariana Grande. Ja, we hebben nieuwe koppelgoals en deze keer zijn het Shawn Mendes en Camila Cabello. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik zit een klein beetje te huilen, want ik dacht Camila dat wij wat hadden. Ik bedoel, toen wij bij de IMA's waren was het best wel wat, maar ja, misschien dus toch niet. De geruchten dat er meer zou zijn tussen Shawn Mendes en Camila Cabello kwamen vooral nadat ze de single Señorita uitbrachten met videoclip, waar best wel intieme kiekjes uitkwamen. En natuurlijk toen er nieuws kwam dat Camila Cabello en Matthew Hussey uit elkaar zouden zijn. Zondag waren ze aan het brunchen met de familie in Hollywood en hadden ze elkaars hand vast en sloegen ze elkaars armen om elkaar heen. Maar dat is niet het enige wat we hebben opgemerkt, want wat is er nog meer? Volgens bronnen ging Camila mee met Shawn Mendes in zijn appartement in West Hollywood en waren ze samen te zien op een feestje van een gemeenschappelijke vriend, waarbij ze best wel intiem waren. En dat was ook nog eens op de 4th of July. Dus ik denk dat er best wel wat vuurwerk afgeschoten is. En ik weet niet of het alleen het vuurwerk was, of misschien ook tussen die twee zelf. Dus wil jij meer weten over wat er nu eigenlijk uiteindelijk gaat gebeuren tussen deze twee tortelduifjes? Nou, dan moeten jullie ons blijven volgen, want wij hebben onze ogen op deze twee chickies gefixt. Over popsterren gesproken gaan we nu door naar Ariana Grande, want afgelopen weekend verschenen er beelden van een huilende Ariana onstage tijdens haar show. Hier had Ariana over geplaatst, maar had ze snel weer verwijderd. Maar hetgene wat ze wilde vertellen was: toeren is zwaar, het leven is zwaar. Ik ben dankbaar voor de zee aan liefde die ik elke dag ontvang. En van de mensen die naar mijn show komen en al hun energie geven. Ze vertelde haar fans dat het oké is om verdrietig te zijn en dat je juist moet weten dat er genoeg mensen om je heen zijn die er voor je zijn. Zoals jullie allemaal weten heeft Ariana Grande veel te verduren gehad de afgelopen tijd. Waaronder de bomaanslag in Manchester waarbij vele doden vielen, het overlijden van haar ex Mac Miller en het verbreken van haar verloving met Pete Davidson. Ze zei: ik heb toegezegd deze tournee te doen in een tijd in mijn leven waarin ik nog heel veel verwerk. Dus soms moet ik nu eenmaal huilen. En ik ben dankbaar dat jullie mijn menselijkheid accepteren. Ik voel zoveel liefde en dat houdt me op de been. Wil jij op de hoogte blijven van onder andere Ariana Grande? Vergeet dan niet elke week Dixie Weekly te checken. Ik ben Casper en tot de volgende keer.